Zeist is een fairtrade gemeente. Dan kan het toch niet zo zijn dat we geen wereldwinkel meer hebben? Wat is er gebeurd met de wereldwinkel aan de Steinlaan? Nou, wat er gebeurd is, het een en ander is gebeurd natuurlijk. De Steinlaan die ging veranderen van de situatie. Veel meer winkels trokken weg, omdat het een veel te lange loop is. Zeist, als mensen boodschappen gaan doen. Dus de conditie was heel laag. 2 jaar corona is er ontstaan op een gegeven moment. Waardoor dus de omzet bijzonder laag was. Het was een hele mooie locatie, ook vrij duur in de huur. Dus dat heeft veroorzaakt dat het oude bestuur het niet meer zag zitten. En ja, er was totaal geen kapitaal meer om verder te gaan. En men heeft besloten toen om de winkel op te heffen. Toen werd ik gevraagd of ik voorzitter wilde worden van een bestuur, op te richten een nieuw bestuur. En ik heb aan meegewerkt. En zo is een heel nieuw bestuur gekomen eigenlijk. Het was een hele goede overdracht geweest met het oude bestuur. Dat is heel fijn gegaan, moet ik eerlijk zeggen. En zodoende hebben wij besloten om toch de zaken weer een soort doorstart te maken. En dat is gelukt. We zijn nu een jaar verder. En ik moet zeggen, nou, je zit in de winkel hier als je rondkijkt, hoe mooi het eruit ziet. Dus dat is de reden geweest eigenlijk van een nieuwe start. Maar het valt nog niet mee hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, we hopen dat ze van deze tijd heel veel conditie krijgen, waardoor we de omzet nog steeds gaan verhogen. Want we willen een buffer bouwen om in slechte tijden ook het water hoofd boven water te kunnen houden. Wat moeilijk was gewoon een nieuw bestuur vormen. En dat is gewoon gelukt. We hebben een heel goed bestuur. En de vrijwilligers in de winkel zijn, de meeste vrijwilligers zijn gebleven ook. Dat is heel belangrijk geweest. Wat is het verschil met de Steinlaan? Het verschil met de Steinlaan is dat deze locatie is veel mooier. Het is meer inloop. Het ligt in op een goede plek. Een A-locatie heet dat. En dat is heel belangrijk. Alleen het was een dure locatie. Gelukkig hebben wij wat kunnen regelen. Dat wij wat gezakt zijn in prijs. In huur. En dat is heel belangrijk voor ons geweest. En je ziet het hoor. Mensen komen binnenlopen vanmorgen. Het is ook heel druk in de winkel. Dat is loopt. En mensen komen en gaan. Dat vind ik heel belangrijk. He, voor ons, want ja, wij moeten toch een omzet hebben. Van de omzet kunnen wij ook weer de producten inkopen. En dat is zo mooi dat wij dit voor een goed doel kunnen doen. Als je om me heen kijkt, dan zie je, je word je vrolijk van wat je allemaal hier hebt. En voor wie doen we dat? Voor de mensen die een eerlijk bestaan moeten hebben, waar ze van kunnen leven in de landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika vooral. Dat is ons doel ook, deze mooie winkel. Het is bekend dat Zeist een fairtrade gemeente is. En de fairtrade gemeente, dat heb ik ook aan meegewerkt. Ik zit al 13 jaar in de fairtrade werkgroep van de gemeente Zeist. En ik ben al een aantal jaren voorzitter van deze werkgroep. Als fairtrade werkgroep trek ik al heel aantal jaren samen met de wereldwinkel. We gaan samen naar markten. Daar laten we producten zien en verkopen ze die ook. Wij als fairtrade werkgroep kunnen niets verkopen. We moeten alleen propaganda maken. De fairtrade onder de mensen brengen. En dat doen we met plezier ook samen met de wereldwinkel. En dat gaat heel erg stekend ook. Ja, dat is het heel mooi om te doen. En ik hoop nog een aantal jaren door te gaan zo op deze manier.